Je kan er niet omheen als je hier staat. Wat is het water helder en blauw. Het lijkt wel de Middellandse Zee, zelfs met dit weer. Deze omgeving is altijd al een plek geweest om te relaxen. Vroeger bij het Hemelrijk, een fan hier in de buurt. En nu bij deze twee plassen met de namen het Nijenhemelriek en het Gassertenveld. Wist je trouwens dat hemel van Hemelriek in verband wordt gebracht met hemel? Dat is Drents voor framboos. Er groeide hier vroeger namelijk veel wilde frambozen. De grootste plas is het Gassertenveld. En die is gevormd door het afgraven van zand. Heel veel zand. Met daar aan de overkant, op een enorme zandheuvel, een heuse Bella Vista. Wat een uitzicht op dat staalblauwe water. Dat is zo blauw omdat de bodem bedekt is met wit zand en er weinig begroeiing is. Het is sowieso een fantastisch relax- en sport-Eldorado. Met wandelroutes, een gave mountainbike trail en zwemwater voor jong en oud. Logisch dus dat het af en toe behoorlijk druk is en het parkeerterrein overvol. Maar toch kunnen de auto's dan niet zomaar in een weiland worden geparkeerd. De olie die uit de auto's druppelt, kan na verloop van tijd in het grondwater terechtkomen. En daarmee de drinkwaterwinning in de buurt bedreigen. Want naast dat je hier heerlijk kunt zwemmen, is dit gebied ook enorm belangrijk voor ons drinkwater. Waar jij nu staat hoor je vaak het geluid van lachende mensen en spelende kinderen. Maar hier, iets verderop, is iets heel bijzonders. Iets wat je in Nederland bijna nergens meer hoort. Stilte. Een stiltegebied. Nou ja, met af en toe wat vogeltjes dan. En als je toch de omgeving gaat verkennen, zoek dan eens naar een pingo-ruïne. Pingo betekent de berg die groeit. En dat is best gek, want een pingo-ruïne is een rond gat in de grond, vaak gevuld met water. Dus hoe zit dat nou? In de ijstijd was de ondergrond waar je nu staat altijd bevroren. Maar toch kon er van onderuit grondwater door naar boven stromen. Dat water bevroor en drukte de bevroren grond omhoog, zodat er een ijsberg groeide van soms wel 50 meter hoog. Na tienduizenden jaren ging het ijs smelten en ontstond er een rond gat van soms wel honderden meters groot. De ijstijd lijkt al wel erg lang geleden, maar is soms ook heel dichtbij. Zo zie je maar weer. Er is hier meer te zien dan je in eerste instantie denkt. En dit gebied is erg belangrijk voor ons drinkwater. En dan heb ik het nog niet eens gehad over middeleeuwse karrensporen en GPS-routes, meteorieten. Over snorkelen en vuursteenbewerking, over bootcamps en keienkloppers. Het Nijenhemelriek. Je begrijpt het pas als je het ziet. En vond je dit nou een leuke video? Abonneer je dan op ons kanaal.